Hallo, weer een nieuwe vlog van mij. Leuk dat je kijkt. Ik heb een monsterbox besteld en die is binnengekomen. Het is de laatste monsterdoos box, heet het tegenwoordig, monsterdoos van het jaar. Ik ga laten zien wat erin zit. De Crokey Explosion Thai's Curry. Ik heb hem al genuttigd en hij smaakt echt naar Thai's curry. Er zit koriander in, zag ik. Onder andere. Uienpoeder, zeg ik. Maar die is echt wel lekker. Het is een klein zakje, 40 gram. Dan Dame. Die lekkere snoepjes zitten erin. Het is wel allemaal snoepzooi. Oh, nou, snoepzooi. Weer zo'n zakje van Moon. Dan een cereal. Mini cakejes. Binnenkort nieuw logo en design. Daarom zit hij in de monsterdoos. Minikeetjes. Volgens mij zijn ze per stuk verpakt. Denk ik. En dan amandelen. Ongezouten. Het is 125 gram. Nou, ik heb altijd wel amandelen. Dus ik hoef ze nu niet los nog te gaan kopen. Dit zijn Indische kruiden. Dit lijkt me ook wel lekker. Ik heb al geroken. En het is echt zo lekker. Indische kipkruiden. Kunnen jullie waar het bij gaan? Wat is dit? Oh, dat zijn bouillonblokjes, maar dan mediterraan. Met tomaat, peterselie, basilicum en peper en paprika, basilicum. En ik zie nog meer kruiden. Dit is het van Maggi. Ziet er rustiek uit. Kijk. Nou, ben benieuwd. En dan heb ik paddenstoelenbouillon. Oh, fix. Vitamine C. Snoepjes met vitamine C. Fix. Ik ken het niet. Waarom zit hij erin? Juli 2023. Zal ook wel een nieuwe verpakking zijn of voor promotie. Dan, wat is dit? Oh, de reinigende handgel. Het is een kleintje, dus die gaat in de handtas. Dan. Wat is dit? Luna Barista, high in proteïne. Even kijken hoor. Oh, dat is op basis van erwten volgens mij. Vegan koffieverrijker op basis van erwteneiwit. Ja, ik hoop niet dat je dan de erwten proeft, want dat lijkt me niet zo lekker in de koffie. Hey, wat is dit? Oh, calendula zalf. Oh. Verzorgd, verzacht, verfrist. Rode en gevoelige huid bijvoorbeeld na insectenbeet of zonnebrand. Ondersteunt het herstellende vermogen van de huid. Calendula zalf. Nice. Wat hebben we hier? Oh, lipsticks. Verkoelt en helpt bij ruwe of gesprongen lippen. Cool, 7 milliliter. Kleintje, kleine verpakking, vind ik. Oh ja, deze was lekker. Between Zero, die zat de vorige keer er ook in. Deze is echt heel erg lekker. En Zero, altijd goed. Met hazelnootpasta. Ja, en Zero is perfecto. Er zitten 6 repen in. Wat is dit? Oh, daar zag ik wel promotie van. Plak, pak en plakpleister. Oké, dus hoef je strip niet af te halen, denk ik. Dat zag ik hier ergens. Pleister plakken met één hand. Avocado voor het pakken met één hand. Makkelijk om mee te nemen. Dat zag ik. Oké, verder. Wat is dit? Pink framboos. Smaak cranberry, framboos en verbena. Ocean. Ken ik niet. Gaan we proberen. Ah ja, de Snappy Jacks. Smooth caramel. Oh, nieuw recept. Ik heb wel die andere smaken geprobeerd. Misschien is dit wel wat jammer voor me. Oh ja, dit is iets nieuws van Sportlife. Pepermunt met cafeïne en vitamine B6. Zit in een ijzeren verpakking. Energy. Alright. Dan, wat is dit? Handcreme met vitamine B5. Trekt snel in. Kleine verpakking. Echt heel klein. Vooruit. Ah ja. Van Keto. Dubbel chocolade, softbaked.
minder suiker en 50% minder koolhydraten. Sorry. Good to go. Oh, good to go eten. Dan is er een blikje energiedrank. Energy drink. Of een ander. Wat is dit? Dropkracht. Dropkracht mild, zoet en stevig. Ook tot juli 2023 houdbaar. Heerlijk in het najaar. Oh, ik heb er al eentje geprobeerd. Dit is amandelcakejes. Er zitten er 7 in. En het smaakt ook echt naar amandel. Kijk, ze zijn zo verpakt. Gewoon klein. Wel tot het einde van het jaar 2912. Maar het smaakt echt naar amandel. Maar, wat is hier het verhaal van? 98% minder suiker. Zo. Dat is wel perfect. Oh, ik heb er nog één. Wat is dit allemaal? Allemaal samples. Samples van Sera. Hydraterende winterroutine. Het zijn echt van die kleine monstertjes zijn dat. Ja, ook meer van die monstertjes. Ja, dat is voor één keer gebruik. Dan. Nou, weet ik niet, weer een promotie. En weer zo'n inimini van Eat Natural. Nog eentje. Zitten er 2 in. Dit was het. De monsterdoos is €15. Inclusief verzendkosten. Ik vind het wel een leuke doos. Leuke monsterdoos. Nou, leuk dat je hebt gekeken. Thumbs up. En tot de volgende keer. Bye bye.